Dat is een brede vraag, hè? En, en ik zal hem eventjes dan ook in die context uh, beantwoorden. Kijk, Remea is op weg in zijn strategische contouren om eigenlijk van een leverancier in het verleden van echte CV-ketels, om daar de stap te gaan te maken naar oplossingen in duurzame zeg maar, klimaatsystemen. En dat is een hele grote stap, want het is zowel een verbreding van het portfolio als een verdieping, hè? Dus andere manieren van verkopen, andere manieren van aanbieden. Het aanbieden van diensten ook, het aanbieden van financiering, et cetera. Dus dat vraagt een hele hoop. Dus dat is een heel programma waarin wij van zeg maar eigenlijk een aantal jaar geleden, en dat is een beetje begonnen in 2018, met, eh, en 2019 de overname van Techneco. Verbreding van ons portfolio, aanpassing van de organisatie. En we, ga, we zijn op weg richting 2025. En eigenlijk ja, liggen wij goed op koers. Als we kijken naar de ontwikkelingen die we aan het doen zijn. Ik ga één voorbeeldje even geven. We hebben technieken overgenomen, met name om ons te verbreden in de, in, in de portfolio van de warmtepompen. En als we nu kijken naar de posities die wij innemen, we zaten in 2018 met een marktaandeel van rond de 1%. We zitten nu op het marktaandeel van rond de 18%. En dat heeft alles te maken met onder andere de LGE's, die wij uit het portfolio doorontwikkeld hebben, de, de hybride warmtepomp, waarin wij gewoon marktleiderschap hebben Geclaimd, gepakt en genomen. Dus we liggen op koers. Zijn we er al? Nee, want het programma loopt nog. Hè. We zijn echt bezig om de stappen te zetten. om uiteindelijk die leidende, uh, uh, die leidende positie te claimen en te nemen in uh, duurzame oplossingen. De overname van Fortis is echt een strategische overname geweest. Als je kijkt, hè, ook, ik ga weer eventjes terug in de tijd, uh, in 2018 ongeveer was 94% of 92% van alle gebouwen werd, werd verwarmd door aardgas. En als je naar de verschuiving gaat kijken, en toen was 2018 een klein deel was eigenlijk nog maar elektrisch, dus warmtepompen, 4%. En 4% ongeveer waren, zeg maar, stadsverwarming. was stadsverwarming. Die verschuiving richting 2025, 2030 is gigantisch. We zien de ketelomzet nu al teruglopen. We weten dat die ketels, dus het gasdeel, zal substantieel lager worden. De elektriciteit zal substantieel hoger worden. Maar ook warmtenetten, maar ook collectieve systemen, worden duidelijk groter. Dus met andere woorden, als we gaan kijken, zit Fortes in dat laatste stukje: hè, stadsverwarming en, en collectieve systemen. En dus voor ons van strategische waarde, want als in de toekomst, in 2030, 2050, nog maar eens een een 15% of 10% op gas zit en de rest is grotendeels is elektriciteit en je zit op een 15% ongeveer in stadsvorming en of collectieve systemen, dan is die shift die we nu aan het maken zijn, dat is onze strategische shift, is dus echt dat stukje stadsvorming en collectieve systemen voor ons van, van cruciaal belang. Het is en een verbreding. Maar ik zei al bewust, stadsverwarming is één element, dat gaat groeien, ook in Europa. Maar tweede deel zijn collectieve systemen. En dat zijn systemen die worden met name zeg maar, bij woningbouwcorporaties of bij institutionele beleggers gebruikt. Dat is onze markt. Dus het niet hebben daarvan betekent dat we eigenlijk dat heel, een heel stuk van die markt zouden kunnen gaan verliezen. Dus uh, het is zowel verbreden als eigenlijk zorgen dat we in onze eigen markt actief kunnen blijven. Wat we ook gedaan hebben, we hebben Hollandwarmte overgenomen als, als installatiebedrijf. En dat hebben wij ook vanuit een strategische context gedaan. Enerzijds, omdat Holland Warmte die zit op die particuliere markt, die zit dus op die markt die installeert en die heeft onderhoudscontracten. En wat zien we nu gebeuren, dat die vooral ook in die markt zit van die hybride warmtepompen. En voor ons van cruciaal belang, omdat die markt van hybride warmtepompen heel erg jong is. En we zien in die jonge markt zien we ook risico's en die risico's zitten onder andere in de installatietechniek dus we moeten zowel de capaciteit van installatietechniek als de kwaliteit moet verbeterd worden en dat is een van de redenen waarom we Holland Warmte hebben om heel dicht op die markt te zitten om heel snel te kunnen leren wat daar gebeurt en om die kennis en kunde die we, die we, die we opdoen met hun om dat door te geven aan de installatiemarkt dus dat is, een, en dat is een belangrijke reden geweest om Holland Warmte te acquireren om te zorgen dat die markt van de hybride warmtepompen meer volwassen gaat worden en dat we er dicht op kunnen zitten Op de korte termijn verwacht ik even, dus voor, voor dit jaar en komend jaar, eh, iets wat minder acquisities. We zijn nu vooral de focus liggen op onze organisatie en de kracht om in de markt bezig te zijn. Als ik kijk naar het strategische component, dan missen we eigenlijk nog het ventilatiestuk. Dus ventilatie is nog iets wat op het lijstje staat om te zorgen dat we daarin de complete aanbieding in de markt kunnen gaan doen. De stappen die we, die we gezet hebben, eh, is precies datgene wat we in ons plan hadden, hadden aangegeven. De ontwikkeling van de hybride warmtepompmarkt die gaat wat sneller dan we twee, drie jaar geleden gedacht hebben. Maar daar hebben we zelf hard aan gewerkt. Om zowel aan het lobbystuk als uh, de brancheorganisaties. Als samen met Techniek Nederland. Als met NVIGO. En met de Vereniging Warmtepompen. Om te zorgen dat we daar een stap aan het maken zijn. En dat is denk ik erg succesvol geweest. Hè? De, dus we zitten nu in die fase. Maar nu moeten wij naar de volgende fase. En die uitdaging zit minder zeg maar, in de productiecapaciteit. Want we hebben die fabriek neergezet. En zo heeft. Een aantal van onze collega's hebben ook capaciteit neergezet. De supply chain is op orde. Dus wij gaan hybride warmtepompen gaan wij We kunnen 140.000 op jaarbasis gaan maken hier in Apeldoorn-Noord. Het zit er nu vooral in, wij moeten mensen trainen, installateurs trainen, trainen, trainen en trainen. Want dat is de, de essentie van het verhaal. De installatiecapaciteit moet vergroot worden en de kennis moet verdiend worden. Dus een van onze kernfocussen voor de komende jaren en voor de tweede helft van het jaar is trainingscapaciteit en kwaliteit, die moeten we er gaan, gaan uitbouwen om te zorgen dat we die markt gewoon kunnen pakken. Om te zorgen dus dat wij de trainingen zowel in-house kunnen doen, outdoor kunnen doen, met, met, met dus partners daarin. Om te zorgen dat we een samenwerking hebben met Techniek Nederland, die ook aan het trainen is. Dus om een afstemming te hebben met alle partijen in de markt, van groothandel, externe partijen, installatiepartijen, om te zorgen dat we dat gaan doen. Maar we zullen moeten gaan investeren. En ook praktisch investeren in en keuzes maken hè, dat wij meer eigen capaciteit hebben om te trainen. Ja. Topprioriteit voor de komende tijd. We hebben begin dit jaar hebben het concept klimaat at home hebben wij geherpositioneerd. En dit wordt nu zeg maar eigenlijk een Remea Solution Selling concept. En in zijn essentie hebben we de risico's eruit gehaald. En toch houden we het basis van het concept overeind. Wat hebben we gedaan? In het verleden waren wij verantwoordelijk zeg maar, voor zowel het ontwerp als het hele projectmanagement. Als eigenlijk ook de het, het, zijn, het acteren als een soort installateur. Tot en met zeg maar, de eindgebruiker toe. En wat we nu gedaan hebben, hebben we hebben gezegd: van, Weet je, die risico's zijn te groot. Wij gaan meer vrijblijvend met onze partners samenwerken. Dus het vaste partnership model met een brink, met een geotherm. Dat laten we los. We gaan zelf financieren, maar we gaan ook niet meer het ontwerp naar ons toe trekken. Dus het ontwerprisico en het installatierisico, dat leggen we in de markt neer. Dus bij de installateur veelal, of bij de, bij de adviseur. Wij gaan wel nog naar die projectontwikkelaars toe. En zeggen van, Joh, weet je, we hebben wel een prachtig concept. Want we kunnen het hele verhaal en financieren en aanbieden en het onderhoud kunnen verzorgen, et cetera. Dus jouw kosten worden lager. ...naar de eindgebruiker toe, dus het verkoopargument voor de projectontwikkelaar dat blijft. Wij kunnen een deel overnemen, maar wij zullen dit verder gaan aanbieden aan de installateur. Dus de installateur gaat het projectmanagementstuk overnemen en het risicostuk overnemen. Want zij kunnen dat veel beter, wij zijn geen installateur. En wij kunnen dat stukje niet doen. Wat we wel zullen gaan doen, is gaan kijken of wij een stuk van die instandhoudingscontracten... ...onderhoudscontracten, of we die deels onder kunnen brengen bij Holland Warmte... En als we dat niet kunnen, dan doen we dat met partners in de markt. Het concept hebben we wat verkleind, de risico's eruit gehaald, maar we gaan zeker door met het aanbieden en onze positie opbouwen in, in de nieuwe markt. Dus dat is een stapje terug om even vooruit te kunnen. Hetzelfde geldt voor zeg maar, de ontwikkeling van warmtepompen daarin. Wij, de Toros Ace die gaat er nu aankomen. Dus de, de, de nieuwe ground source heatpump, klein vermogen. En we zullen ook moeten zorgen dat we op relatief korte termijn een middelgroot en een groot vermogen ground source heatpump in ons assortiment hebben. Want ground source heatpumps moet je in Nederland hebben om in de nieuwbouwmarkt actief te zijn. En daar gaan we ook voor zorgen. We deden dat eerst met een externe partner, Entras. En dat gaan we zelf doen. We gaan zelf de financiering doen. En we houden zelf daardoor ook het eigendom van de installatie. En we kunnen het dus breder doen, hè? dus niet alleen de warmtepomp, maar we kunnen de complete installatie kunnen financieren. Dat betekent dus dat we het eigendom daarvan houden en dat we maandelijks service aan de bewoners kunnen doen. En dat gaan we zelf, zelf uh, compleet zelf organiseren. Dus dat stukje dat staat op de rit, dus dat ga, daar gaan we ook mee door. De grote uitdaging in de Nieuwbouwmarkt is eigenlijk het volgende: we zien namelijk dat de bevolking aan het groeien is. Dat heeft onder andere met immigratie te maken en, en toestroom. We zien ook dat er andere typen van, van bewoning plaatsvinden. Mensen blijven langer wonen in hun woning. Dus je ziet ook veel meer kleinere gezinnen of, of eensgezins trajecten ontstaan. Dus de woningssamenstelling verandert, de vraag wordt groter en het aanbod is dus beperkt. We zien de komende jaren wat druk staan op die woningbouwmarkt. Ja, het feit dat we nu praten over een dimensionair kabinet, dat helpt dus ook niet, hè? want de zaken staan daardoor een stukje stil. Maar uiteindelijk, we zullen in de toekomst structureel, zal die markt aangepast worden. We zullen dus de komende jaren door een dipje heen gaan om vervolgens weer te gaan groeien. Vanuit onze optiek is de nieuwbouwmarkt strategisch. En waarom is die nou strategisch? Omdat er namelijk zeg maar, bij de grote institutionele beleggers en bij de woningbouwcorporaties vinden er ook diepere renovatie plaats. En als je daar één keer zit, wordt er straks ook een vervangingsvraag. Dus je moet zorgen dat je nu wel die, die nieuwbouwmarkt strategisch weet te benaderen. En dat gaan we ook doen. We gaan erin. Ook met de intentie om straks die vervangingsvraag te kunnen handelen. Te kunnen ja, daar ligt een grote uitdaging. Hè? Want kijk, als ik kijk naar de utiliteit en de utiliteitsvervangingsvraag die er plaatsvindt. en eigenlijk de verduurzaming. dan is er een grote uitdaging. En die uitdaging is namelijk dat die eigenlijk wat achterloopt. op het nieuwbouwstuk en soms ook in de particuliere markt. Dit is, hier praat je ook over investeringsvraagstukken. Hè? Die dus. dus een, een, een gebouweigenaar die kijkt van. Ja, wat is mijn rendement. En van de andere kant, er zal verduurzaamd moeten worden. Dus er zal de komende jaren. Zal er een enorme druk gaan ontstaan om de kwaliteit en de duurzaamheidsinstallaties te gaan vergroten in de utiliteit. Nou, hier moeten wij, en we weten dat we met onze ketels hebben daar een, echt een leidende marktpositie. Hier moeten we echt een stap maken. En ik ga het heel plat zeggen. We hebben medium-sized, grote vermogenswarmtepompen nodig om hiermee in de bestaande installaties te hybridiseren, maar ook om nieuwe installaties te kunnen bouwen. En hier gaan we iets grappigs zien, of iets, iets moois zien. Hier zullen met name het hele cascade denken zal, zal een rol gaan spelen. En ik maak altijd een onderscheid tussen twee delen: een beetje de middelgrote utiliteit. Maar ook de kleine utiliteit. En de kleine utiliteit, de winkeltjes, waar nu drie kwintas staan. Notariskantoren, de, 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 de tandartsenpraktijk of een kerk wat er staat. Die zullen allemaal verduurzaamd moeten worden. En wij hebben bij uitstek de ingang. En we zullen nu ook met zeg maar, de komst van een, een, een wat groter vermogen- warmtepomp. en een wat breder assortiment groter vermogen- warmtepomp. moeten we hierop gaan inspelen. Dus dat betekent dus ook dat ons heel team daarin een enorme focus moet hebben en gaan krijgen om die markt in te gaan en met verduurzaamheidsconcepten. En we praten hier dus echt over oplossingen, over solution selling, want geen enkele installatie is hetzelfde. En geen enkele vraag van een gebouw is hetzelfde en geen enkele wens van een gebouweigenaar is hetzelfde. Dus hier moeten wij heel dicht tegen die gebouweigenaren, maar ook tegen de installateurs die in die installatie of die in de utiliteit zitten, dicht tegenaan gaan zitten om elkaar te gaan helpen om dit verhaal goed op de poot te zetten. Een enorme uitdaging, maar een prachtige kans. Als we gaan kijken naar de mogelijkheden in, in zeg maar die utiliteitsvervangingsvraag en verduurzamingsvraag. De eerste is, we hebben de ingang. Dus, dus het zijn onze klanten, het zijn onze producten die, die er staan. We hebben een prachtige gelegenheid. En als ik dat vergelijk met een aantal concurrenten, vooral toetreders vanuit zeg maar, Azië. Denk je bij een aantal grote Aziaten die ons markt op willen? Wij hebben de kennis van het hydraulisch vermogen, of van de hydraulische systemen. En de hydrauliek die, er, die erachter zit, is een van de sleutels. Die moet je begrijpen samen met je producten om hier een efficiënte, duurzame installatie te leggen. Dus de kans is aanwezig, we moeten zorgen dat we die gaan verzilveren. Als we kijken, de kern in de particuliere bouw zal met name liggen in hybride warmtepomp. Nou, daar hebben we dus een enorme stap gemaakt hè? We hebben die fabriek neergezet, we hebben de toegang, we hebben de politiek meegekregen. En daar zit dus het verhaal in wat ik net al zei van we moeten zorgen nu dat wij zowel zeg maar, de bestaande klanten die we hebben, dus de bestaande installateurs die er al op zitten, de F-gas installateurs in de W-markt, maar ook zeg maar de middelgrote en de kleinere klanten, die moeten mee gaan krijgen. En de essentie hierin is en dat heb ik net al aangegeven, trainen, trainen, trainen. En capaciteit en kennis van de installateurs vergroten. Dus, dus daar zit onze focus echt op. We hebben de producten, we hebben de kennis, we hebben de toegang, maar we moeten zorgen dat die installatiecapaciteit vergroot wordt. De, de kenmerk, een beetje van de particuliere bouw, is dat je met gestandardiseerde solutions aan het werken bent. Dus het zijn wel wel, 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 wel huisspecifiek, klantspecifieke oplossingen, maar ze, ze komen wel uit een standaard range. En dat betekent dus dat je daar de combinatie gaat krijgen. En daarom is de combinatie van de Terra Asematic die we hebben samen met de LGES dat is een typisch voorbeeld. We hebben een ketel die is bijna ontwikkeld, alleen zeg maar ook om, in combinatie met een hybride warmtepomp met de LGES. Om optimaal met elkaar te kunnen samenwerken en te kunnen modelleren. En dat is, een optie dat is echt een kracht, want daarmee win je gewoon eh, nodige procenten, 5 procentpunten minimaal aan rendement. Dat zijn de kleine dingen die het verschil gaan maken. We hebben de afgelopen eh, anderhalf jaar, twee jaar, hè, in de COVID-periode en de, en, en, en zeg maar de na- de post-COVID-periode hebben we de nodige problemen gezien. Niet wij alleen, de hele markt. Dus je had echt problemen in de supply chain ten aanzien van beschikbaarheid. Beschikbaarheid van warmtepompen, van hybride warmtepompen, was een issue. Dat is voorbij. Wij kunnen vanaf dit moment alles leveren. En we zijn bezig met de laatste loodjes van de backorders die er, die er waren. Dus die zijn in, in september zijn alle backorders weggewerkt. We kunnen vanaf, vanaf die periode elke vraag in de markt aan. Nou, laten we zo zeggen dat het voorspellend vermogen van ons wel, wel goed is geweest. Wat we moet, ons moeten realiseren is, wij hebben samen met Techniek Nederland en de grote partijen. En denk aan de grote installatiepartijen in Nederland, die hebben TDI 500 hebben ze opgericht. En TDI 500 heeft als doelstelling om in 2030 uh, om 500 installaties per dag te kunnen installeren. Dat zijn de grote jongens in Nederland. Dat gaat gebeuren. En waarschijnlijk zelfs nog wat eerder. Dat gaat gebeuren, alleen is het niet voldoende. En ik zeg 2030, maar het wordt 2025. Maar het is niet voldoende. Want het zit er met name bij die middelgrote en die kleinere partijen. En daar is dus met name Techniek Nederland ook met een heel opleidingsprogramma bezig. En wat ik al gezegd heb, wij zijn er ook mee bezig en andere partijen ook. De essentie, als ik kijk naar de particuliere markt, betekent daarin eigenlijk hoe kan ik de installatietijd verkorten. Dat is het essentiële. Dus het betekent dat er met name gekeken gaat worden naar meer plug en play oplossingen. Of oplossingen in de vorm van skids, of in de oplossingen van prefab activities. of in de oplossingen van het nog eenvoudiger maken en sneller aan kunnen sluiten. Daar zal de, met name de innovatie op gericht zijn, dat is één deel. Het andere stukje heeft te maken met zeg maar, het verduurzamen zelf. Hè. We hebben koelvloeistoffen zitten erin. Dus daarin zullen we zien dat er een, een trend is naar propaan en naar een aantal andere trajecten. Dus ook hierin, hè, dus dat zijn de belangrijkste stappen die ik voorzie. Voor de, komende, voor de komende periode. Een ander elementje heeft te maken met combinatie van technologieën. Die zie ik ook gebeuren. Wat, wat bijvoorbeeld nu, 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 nu verder aan het ontwikkelen is, is PVT. En dat is een combinatie dus eigenlijk van het klassieke PV-gebeuren met de thermische, de thermische zon. En de combinatie daarvan, waardoor je met een ground source heat met pump, een, met een, dat je eigenlijk in principe niet meer hoeft te boren. Dus je ziet dan, dan eigenlijk hè, dit soort type ontwikkelingen, dat is al een poosje gaande. Maar het uitontwikkelen, het naar de markt brengen, het breder in de markt zetten, et cetera. En die combinatie van technologieën, die, die voorzie ik meer. Wij zullen als innovator hier in, tussenin proberen te staan. En dat betekent dat wij zeg maar, vanuit onze eigen BDU's, hè, onze eigen ontwikkelcentra, dat we hier een rol zullen gaan spelen... Of dat wij ook partnerships opzoeken en in die partnership combinatie dat we daar wat, wat mee willen gaan, gaan doen. En een voorbeeldje daarvan hè, is wat als wij met elkaar de markt willen pakken, zijn er een paar dingen van belang. En het eerste heeft te maken met energiemanagement. Het combineren van technieken en het gebruiken daarvan komt samen als je je energie op de juiste manier weet te managen. PV op de juiste manier, op de juiste tijdstippen, gewoon de energie aanwenden om voor een warmtepomp aan te sturen of op te slaan of vervolgens weer die vrij laten vallen etc. Dit is echt iets, niet iets van, van, van de future, dit moeten we morgen, zouden we hiermee aan de bak moeten gaan. We zijn bezig met die ontwikkeling, ik verwacht dat wij zeg maar eigenlijk binnen nu en korte termijn ook een aantal oplossingen zullen hebben en die hebben we ook nodig om die verschillende technologieën aan elkaar te kunnen knopen. De drie situaties zijn afhankelijk van de situatie die je in de markt tegenkomt. Als ik onder andere praat over nieuwbouw, dan heeft een hybride verhaal geen enkele zin. Want daar praat je over goed geïsoleerde schil, et cetera. Dus daar praat je over de all-electric route. Als je praat over zeg maar, het, 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 het verhaal met betrekking tot de bestaande bouw, dan zal daar veelal, en een groot aantal trajecten, zal daar de hybride route relevant zijn. Omdat daarin al dan niet reeds geïsoleerd is. Of dat je al zeg maar, het dubbel glas hebt, of net niet. Dat je beneden al dan niet al zeg maar vloerverwarming hebt, op de eerste verdieping niet, et cetera. Dus dat is veel meer die hybride route in de bestaande. Maar diepgaande renovatie is nagenoeg bijna nieuwbouw, Schuldvervanging, et cetera. Eh, Maald renovatie, dan praat je, al, praat je eigenlijk een beetje over meer de hybride route. En als je daartussenin zit, kun je een combinatie van factoren krijgen. En dat is het interessante. Als je een midden, een woningbouwcorporatie. Die al het nodige gedaan heeft aan, bij wijze van spreken, isoleren van de daken. PV-panelen op het dak. En je hebt daar bijvoorbeeld ook een dubbel glas zit, et cetera. En die gaan nu in die middenrenovatie zeggen, maar, weet je wat, we gaan nu vloerverwarming aanleggen. Maar die hebben al een goede schil. Dan zou je daarmee in één keer weer naar de, naar, zeg maar, de all-electric route kunnen gaan. Dus het is enorm afhankelijk van de situatie waarin je zit. Waar je naar moet kijken.